Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 4 maart, vrijdagmiddag. Veel bewolking boven Nederland vanmiddag en er valt ook van tijd tot tijd sneeuw uit. Maar vanuit het zuidwesten gaat het wel geleidelijk aan opklaren. Die opklaringen zijn op deze satellietfoto al mooi te zien. Boven het zuiden van Engeland en ook boven het Engelskanaal komen die opklaringen geleidelijk aan steeds meer dichterbij. Maar. Tot die tijd valt er dus wel regen of sneeuw. Met name in het midden van het land en ook in het noorden van het land valt er van tijd tot tijd sneeuw. En hier en daar wordt het zelfs een beetje wit en kan het lokaal glad zijn. De neerslag die trekt dus naar het noordoosten weg en vanavond wordt het overal droog. De temperatuur ligt dan zo tussen de 2 en de 4 graden. Er zijn nog wat wolkenvelden, maar er komen steeds meer opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan tot onder het vriespunt. Ook kan het mistig worden en op veel plaatsen is de kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten of door aanvriezende mist. In het zuidoosten van het land neemt later de bewolking weer toe en daar kan weer regen of natte sneeuw gaan vallen. En dat betekent ook dat het met name in Limburg glad kan gaan worden in de heuvels. Morgen overdag dan zijn er toch wel wat opklaringen, maar de bewolking die blijft overheersen. In de middag wordt het zo'n 5 tot 6 graden en met name nog in het zuidoosten is er kans op neerslag. De wind die stelt niet veel voor, is zwak tot matig. Overigens kan het in de ochtend op veel plaatsen nog flink grijs zijn door de mist die aanwezig is. En dan de dagen erna. Nou zondag ook een wisselvallige dag. Zoals het er nu naar uitziet gaat het van het westen uit regenen. Misschien valt er nog een vlokje natte sneeuw in het oosten in de loop van de dag. Bij temperaturen die wel oplopen naar zo'n 5 tot 6 graden. En maandag en dinsdag hebben we te maken met een noord tot noordwestelijke stroming. En dan vallen er diverse buien. Overdag wordt het een graad of 5, 6. En in de nachten vriest het licht. En dat betekent dat ook dan de kans op gladheid blijft bestaan. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijn weekend.